hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer reeds maandag, 12 augustus. Het is 13 minuten over 1. Het is momenteel nog prachtig mooi weer. Hier en daar wat bewolking, maar het zonnetje schijnt. De lucht is hier en daar blauw. Ja, dus het is nog wel mooi weer, maar we krijgen slecht weer. Ja, dat is al voorspeld en dat is gezegd. Ook met onweer zou het gepaard gaan. Dus ja, het is afwachten. Ik heb lekker gewoon, ouderwets, uit kunnen slapen. Want ik ging er vannacht sowieso laat in. Ik wachtte tot ik moe was. Toen ben ik naar bed toe gegaan. Toen was Frode nog even lastig. Hij is nou weer lastig. Maar ja. In ieder geval, ik kon slaap niet vatten. Dus ik viel pas tegen een uur of 5, 5:30 in slaap. Met het gevolg, ik heb de wekker niet gehoord, althans mijn alarm in mijn telefoon niet gehoord. Ja. Dus, er heeft er eentje wel aan de poort gevoeld, dat weet ik, dat doet hij gewoon. Maar hij kon er niet in, dus dan loopt hij door naar zijn werk. Jack Verzerello. Nou ja, ik had er ook geen belang bij. Hij doet toch geen malle harnes. Hij zit of hij staat er even bij. Hij zegt een paar woorden en dan vertrekt weer. Dus ja, waarom die dan komt, weet ik ook niet. Oké, ik heb af en toe wel zo'n klusje voor hem, maar dat is zeer zeldzaam. Maar ja, maakt niet uit. Er staat nou ook een afwas, maar dat is maar zo niet heel te weinig voor de vaatwassen. Het stapelt uit elkaar, dus ik ga het zo meteen wel even in elkaar zetten. De bakjes van Kandal van Eeuwen die staan in de week, die maak ik even schoon. De kinderen zo weer eten erin krijgen, want ze moeten nog wat te eten. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles wat jullie doen gaan. Ik ga het ook doen. Ja, dat is een oud liedje, mijn oude opa. Maar in ieder geval, oud liedje. Maar in ieder geval, Eeuwen die zit op die stoel, die gaat er nu af. Kandolf zit bij de tuindeur. Hé, Kandolfie. Jij? Kijk, en dat doet Frodo, wat hij weer niet mag. Hij mag wel likken. Maar zij gaan niet bijten. En dan is het eerst 2 likjes en dan is het bijten. Dan is het 2 likjes. Ja, weet precies wanneer ik kijk. En dan houdt meneer ook op, zoals je nu ziet. Ja. Hé, Eeuwin? Ja? Is het zo? Oh. Oké. Nou, ja, is goed hoor. Je krijgt zo eten. En dan gaat meneer weer vrolijk door. Mag dat? Nee, mag niet. Ja, pas op hoor. Komt allemaal op de camera. Ja. De hele wereld kan het zien. Ja. Moet je niet doen. Maar oké, lieve vrienden. En fijne middag verder. Tot straks. Ik ben weer even bezig met Kandolf bellen aan het blazen. Het is zo leuk. Ik doe het gewoon even in huis. Dan waaien ze niet, weet ik van waar naartoe, dat hij er niet bij kan. Maar dit is echt leuk. Ja, hé, kereltje. Kom maar. Kom maar. Ga maar weer daar naartoe. Kom mee.
dat? Oeh, wat is dat? Ik sta op afstand toe te kijken, maar wat is dat toch allemaal? Ik weet niet wat het is. Ja, zo'n beetje. Oeh, komt weer hoor. Kijk maar, kan dat. Ik vind dit geweldig. Kom binnen. Ik zou het je zo lief dat je kopjes gaat geven. Hé? Kom binnen. Ga. Oh, geweldig. Ja. Nee, vrouwtje houdt weer op. Ja, vrouwtje houdt weer op, man. Ja, ik vind dat gewoon geweldig leuk, hè. Ik vind dat prachtig. Ik kan in principe er wel door blijven gaan, maar ja. Iedere keer, ja, het, ook mijn longen. Ik heb er zoveel inhoud, dus ja. Maakt toch verder niet uit? Nee hoor, doet met liefde. Nee, ik vind het leuk ook. Maar ja, ik moet wel ook op mijn meubels denken, want dit spul dat geeft vlekken, hè. Dat bijt uit. Waar ze het mee maken, ik weet het niet, maar het is geen afwasmiddel. Nee. Wat het wel is, weet ik ook niet. Maar het doet er ook niet toe. Ja, er kwam steeds maar dreigementen van het weer aan. Ik dorst er niet uit om even boodschappen wat dan ook te doen. Dus ik wil ook niet buiten geweest verder dan enkel in mijn tuintje. Maar ja, ik ben ook bezig geweest plaatjes maken. Ik ben bezig geweest te renderen met een vlog van vorige week dinsdag. Dat ik met Jan van Dam naar de Juttersmarkt ben geweest. En die is nog klaar, dus die kan ik voor 18 augustus laten publiceren door YouTube. Voilà. Klaar is die. En dan ga ik nou zo meteen... wat is dat? Oh, een plaatje. Ja, die had ik gisteren al gemaakt. Maar in ieder geval, dan ga ik lekker even naar Facebook. Even daarop kijken, want ik ben anderhalve dag eigenlijk, ja, 2 dagen zeg maar. En ook, zaterdag ben ik de hele dag niet op Facebook geweest. De hele dag niet. Ook s'avonds niet dat het was. Ik was er veel te moe voor. Gisteren, idem dito, maar ik kreeg ook bezoek, zoals jullie weten. Van Corrie. En later kwam ook Astrid.
Dus ik kwam niet er eerder aan toe dan gisteravond. Dat, nou ja, ik heb nooit niet alles kunnen doen dan wat ik normaal doe. Dus ja, dat moet ik ook allemaal nog doen. Dus daar gaan we nu aan beginnen. En ik wens jullie allemaal nog een genoeglijke middag. En voor straks een smakelijk eten. En ik zeg tot straks na het eten. Ze zeggen tot dan. Ja, lieve vrienden, het is alweer avond. Het is 7 minuten over 8. Er zit er in je schuilhokje eigenlijk een beetje te spelen. Dat kan dan net af en toe komt hij met zijn kopje om de hoek van de deur heen kijken. Want er zit buiten. Ik heb de deur nog steeds de hele dag al open. En nu dus nog om deze tijd. Het is wel bewolkt geworden in die tussentijd. Althans, het was vanmiddag eigenlijk al, maar het is nou dicht. Ja. Ik neem jullie even gezellig mee. Ja, kijk, Frodo die legt er lekker bij. Hè, Frodotje? Of niet dan? Frodotje. En daar is Gandalfie. Kiekeboe. Kiekeboe. Hè? Ze willen niet eten. Raar hoor. Ze willen niet eten. Hij heeft al 2 keer zijn eten laten staan. En Ewen die heeft 1 keer er eten laten staan. Maar dat was gevogelte. En ze willen allebei geen gevogelte. Dus dat heb ik toen maar aan Frodo gegeven. En toen had ik kip. Kip is ook al gevonden hoor. Maar ik weet wel weer dat Ewen dat weer wel lust. Want het is natuurlijk, is het wild, wilde vogels uit de lucht, zoals leeuwen. Dat noem ik wild. Kip. Nou ja, ik lust zelf ook geen wilde eend. Ik heb ooit eens een keer van mijn stiefzusje, dat ze nog leefde, en haar man wilde eend gehad. Nou, geef mij pasje maar een Vicky. Ik lustte dat niet, nee. En Ewing ligt ook lekker te slapen. Ja. Ik weet niet of jullie dat zien zo. Ik zie dat zo niet. Ik doe het zo. Nou, het is hier wel drukker. Ik kan er ook niks aan doen. Het is wel te zien, want ik zie de witte pootjes. Ja. Hé, Gandalf. Ja, hé. Gandalfje. Ja, is je Gandalfje. Och, goedje. Hé, Frodo ook lief, hè? Ja, ze zijn allemaal verder heel erg lief vandaag. Geen problemen met ze gehad. Dan denk ik dat vanochtend even aan het begin van de middag met Frodo een paar keer gewaarschuwd. Daarna was het weer over. Nou ja, kijk, zo is de lucht. Bewolkt, donker en grijs. Ja, niks aan. Ik heb de vlinderstruiken een paar takken eraf moeten knippen, omdat die helemaal op de grond lagen. Die waren kapot gewaaid, echt giga kapot. Door de wind. Dus ja, wat doe je eraan? 2 keer niks. Nou, en die wil water. Dus die zal ik even water geven. Die is droog. Ja, wel gewaaid en geen regen gehad, hè. Nou ja, die paar buitjes die gevallen zijn, die krijgt hij niet eens. Nee, want het is echt, dat grond is echt droog. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En ik sluit bij deze gelijk af. Want morgen is er weer een nieuwe dag. En morgen komt Rebecca weer. Die heeft me al gebeld. Hoe laat verwacht ik ze nou? Je kijkt ze allemaal, ja toch? Dus, is het, is het donker, ik kan ook niks aan doen. Even naar het raam, dan wordt het weer licht, zo. Ja, toch, een beetje, ja, weet ik veel, zo, ja. Dus, die komt morgen gelukkig weer. Ze zou om 10:50 bellen, om te kijken of ik wakker was. Nou ja, en dan komt ze deze kant op. Dus weer gezellig, ja, ben ik blij mee, want Fleur, die deed het wel goed hoor, enkel op 1 ding, nou, want ze deed de kattenbak ook, wat ze eigenlijk niet hoeven te doen,
Maar ze deed het wel. Maar ze deed hetzelfde zoals ze thuis bij, voor haar zelf ook doet. En dat is namelijk met een schepje of wat dan ook alles eruit scheppen wat de kat erin doet. En dan op die manier zuinig aan met vlijt, met die grit. Maar ja, die kattenbak die wordt op de bodem wel nat en dat beseften ze denk ik niet. Dus het stonk al duur in de wind vandaag. Ik heb hem nou net schoongemaakt, want ik was ook niet. Moest ook mijn lichaam al er goed voor wezen. Maar meneer Kandalf die heeft een hekel aan een vieze kattenbak. Ja, ik heb een hekel aan een vieze wc. Dus geef hem geen ongelijk. Dan doet hij het voor de kattenbak op de grond. Nou, dan ga ik maar eventjes zo lang handen opgelegen. En ik denk, ik moet eerst mijn lichaam weer eventjes fatsoenlijk hebben, dat die weer aan kan. Nou heb ik hem net eventjes de kattenbak helemaal schoongemaakt, grondig. Ook met een sapje even lekker schoongeboend en gedaan en weer opnieuw kattengrit erin. Ja, nou, hij kende weer op, dus hij kan zijn gang gaan, maar hij is buiten, dus laat me lekker buiten. Ja, ik weet ook niet wat ze hadden met niet eten willen. Ik snap daar geen hanigs van. Maar oké, doet er niet toe. Het is nou een lekker avond. Ik ga ervan genieten. Jullie ook. Ik heb al een bak koffie staan. Ik heb denk ik helaas geen koek. Maar dat maakt ook niet uit. Ik heb net mijn eten op. Ik ga het lekker eten trouwens. Ja, zeker te weten. Ja, 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 ja. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Spekkies. Sipels, doppetjes met worteltjes, noedels en ik had nog twee kippenvleugeltjes. Dus ja, dat is helemaal goed gekomen. Ja. Dus dan ga ik trouwens nog vlees eruit halen weer voor morgen. Ja, dus ik zou zeggen lieve vrienden, welterusten, slaap lekker en tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!